Hallo, mijn naam is Jeroen. Welkom bij ExoTV. We kennen ze ongetwijfeld allemaal, de typische schapenomheiningen in hout. En waarschijnlijk ken je ook de metalen versie ervan, wat we metalen schapengaas gaan noemen. En als je jouw tuin op een natuurlijke, landelijke manier wil gaan afsluiten, of je wil echt een weide gaan creëren voor jouw dieren, ja, dan ga je die keuze moeten gaan maken. Kies ik voor een houten schapenomheining of kies ik voor een metalen schapenomheining? En meestal wordt er gekozen op basis van prijs en het uiterlijk. Maar als je echt dieren op een weide wil gaan plaatsen, ja, dan zijn er nog extra factoren om rekening mee te houden. En daarom gaan we de vergelijking maken op basis van prijs, de duurzaamheid, het uiterlijk en de toepassing. En we starten meteen met de vergelijking te maken op basis van het uiterlijk. En daar zien we dat een houten schapenomheining altijd bestaat uit de typische verticale latjes die verbonden worden door horizontale getorste metaaldraden die de latjes mooi op hun plaats houden. En daar hebben we de keuze tussen een schapenomheining in robiniahout en in kastanjehout. En bovendien is er ook nog een verschil tussen de gekloven latjes die iets organischer zijn van vorm en de mooie rechte bezaagde latjes. En dergelijke omheiningen gaan we natuurlijk altijd plaatsen tegen palen, weer al met de keuze tussen kastanjepalen of robiniapalen. En het mooie van deze houten omheining is dat ze egaal mooi gaan vergrijzen, waardoor ze heel mooi opgaan in de natuur en zorgen voor een typische landelijke uitstraling. En als we daar de vergelijking maken met een metalen schapengaas, die uiteraard ook weer wordt geplaatst tegen palen, ja, dan zien we toch dat het iets strakker, iets moderner, iets industriëler zal zijn van uitstraling. Het voordeel is hier dat je niet enkel de omheining kan plaatsen tegen ronde palen, maar je kan ook metalen palen, vierkant of beton of andere palen die beschikbaar zijn, afhankelijk van de uitstraling die je wil bekomen. Bij puntje 2 kijken we in dit geval naar de duurzaamheid. En dan zou het de logische verwachting zijn dat een metalen schapengaas langer meegaat dan een houten schapenomheining. Maar de duurzaamheid is in dit geval wel degelijk recht evenredig met de gebruikte palen. Dus ga je houten palen gaan gebruiken in plaats van metalen palen, ja, dan gaat uw omheining minder lang meegaan dan als je de betere of de duurzamere metalen of betonpalen gaan gebruiken. Nu, wat heeft dan wel impact op de duurzaamheid van de omheining? Dat is de fysieke invloed. Dus als je dieren of schapen of geiten hebt die zich gaan schuren tegen de omheining, uiteraard gaat dat een impact hebben op de duurzaamheid. En bij een schapenomheining in hout ga je soms zien dat er eens een latje na verloop van tijd kan breken daardoor. Of misschien bij de metalen versie dat er een paar draden toch beginnen loskomen. Nu, algemeen kunnen we stellen dat je toch minstens mag rekenen op 10 tot 20 jaar levensduur. Bij puntje 3 kijken we naar de toepassing. En daar zien we dat kleine dieren het makkelijkst te combineren zijn met een houten schapenomheining. En als je kiest voor grotere dieren, kies je misschien beter ook best voor een metalen schapenomheining. Dus mocht je kippen of cavia's of konijnen willen houden en je ziet een houten schapenomheining liever dan een metaalgaas, ja, ga dan gerust voor die optie. Want de dieren gaan slechts een hele minieme impact hebben op de houten latjes, waardoor de levensduur ook niet ondermijnd is. Maar mocht je van plan zijn om schapen of alpaca's of lama's te gaan houden, die kunnen zich gaan schuren tegen, ja, tegen de draad of tegen de omheining. En daardoor riskeer je met houten latjes of de houten versie toch dat je af en toe een gebroken latje zou kunnen creëren. Dus kies je misschien beter voor de metalen schapendraad. En bovendien hebben we daar verschillende sterktes en kwaliteiten in. Dus als de dieren groter en zwaarder zijn, ja, kies je misschien beter voor de iets zwaardere kwaliteit of zelfs voor koeien voor de superzware kwaliteit. En zo komen we aan bij het vierde en laatste puntje, de prijs. En dan zien we meteen dat een metalen schapenomheining goedkoper is dan een houten schapenomheining. En dat heeft vooral te maken met het veel eenvoudigere productieproces bij de metalen versie. En op zich maakt het prijsverschil soms niet zo heel veel uit als je maar een kleine afstand van bijvoorbeeld 50 of 100 meter moet gaan voorzien. Maar als je echt een weide moet voorzien van meerdere honderden lopende meters, ja, dan loopt het prijsverschil wel heel snel op. En dan is de vraag of dat de prijs ook doorslaggevend zal zijn in jouw keuze. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde van onze vergelijking. En mocht je toch niet kunnen kiezen, weet dat je ze ook kan combineren. Want je kan jouw houten schapenomheining ook voorzien
van een fijnmazig draadgaas, zodanig dat de jongelingen van jouw dieren niet kunnen ontsnappen tussen de latjes en de familie mooi samenblijft. En wil je ze graag eens komen vergelijken, de verschillende schapen draden in hout of metaal, de diktes gekloven of bezaagd, ja, dan nodigen we graag uit in onze showroom. Laten wij alles hier graag eens zien, maar weet dat de eerste vragen zullen zijn: wat zie je het liefst en voor welke toepassing is? Dus denk daar misschien al gerust even over na. En wie weet kan ook jij dan binnenkort trots zijn op jouw project. Dag!